toch weer wat uit Zuidlaren. Die hier dan de... Daar komen ze aan. Daar is de fietser en Sybren Jansma. Of Sybren Mulder. Sybren Jansma en ik, moeten wij horen. Ik zit helemaal met potsteen. Nee, dit is Sybren Mulder. Die heeft dan Willem van zich afgeschud, Wim Opten. En Sybren Mulder, hij dames en heren, gaat hier dan een hele mooie zege boeken. En die kan hij echt in zijn palmarès bijschrijven. Sybren Mulder, dan geef hem maar eens een heel dik applaus. Als die hier straks binnen gaat komen, Sybren Mulder, we zitten dan met een tijd, net boven het half uur. Zal hem geen domper interesseren. Hij heeft deze wedstrijd gewonnen. Sybren Mulder, 30 minuten en zo'n 24-tal seconden. Nummer 1 bij de Masters wordt hier dan Wim Opten, die hier dan nu binnen gaat komen. Nummer 256, Wim Opten, 30 minuten en 36 seconden. Hij dus, dames en heren, ook hier binnengekomen. Nou, kijk eens aan. Twee man, Sybren Mulder, Wim Opten, met z'n tweeën zijn ze binnengekomen. Na een hele spannende laatste ronde wordt hij dan daar de nummer 2 straks. Bij de mannen senioren, Merwin Dollersen. En dan gaan we daar naar de volgende. Kijk, Joris Kampen. Dat is de volgende. Joris Kampen, kijk eens. Dan is er in die laatste ronde, is die Kampen, is daar die Merwin Dollersen even voorbij gestreept. En moet je eens even kijken, prachtig hier. Dan gaat hij naar onder, tot hij daar is binnengekomen. En dan, dames en heren, gaan we Jan Stuursma, net buiten dat herenpodium, maar een prima prestatie van de man uit Siebenweren. Daar heeft hij heel lang het uitgevonden. Jan Gennuis. Naar een volgende plaats, Berry Bronsema, gaan we dan ook kijken. Onze krullenbol hier in het blauw, die zich hier zo kon melden, dames en heren. Hier met nummer 393 komt ook hij hier over de streep bij de mannen senioren. 33 minuten en 4 seconden. Nummer 1214, Louis Pierson, Ademmeloord, Edward de Ruiter. Daar onmiddellijk achter, de Ruiter. Ook heel hoog in het klassement daar bij de veteranen, dames en heren. En dan gaan we daar verderop nog eens even kijken. Ook naar Riekele Kovers, de man die daar enorm veel snelheid aan het maken is. Voor die laatste meters van hem. En dan hier 1263, Ben van Oeveren. Karel Opten, die gaat binnenkomen, Martin Veenhuizen. En hier dan met nummer 1803 hebben we dan ook Alfred Kuiper uit Leek. Ook hij hier over de streep gekomen. En dan Peter Gnodde, de man uit Urk, die dan is binnengekomen, dames en heren. En we gaan eens even kijken naar die tijd. We hebben dan zo'n 34 minuten.